Ik geef u de namen. U ziet de namen netjes in beeld. Bak is erbij, de Deen. Bodnar is een Pool. Arashiro is een Japanner. En dan twee landgenoten, Wim de Vocht en Pieter van Spijbroek. De vijf hebben een voorsprong volgens de laatste berichten van 2 minuten en 10 seconden. Het gemiddelde na 2 uur koers is 44 kilometer per uur. Het verraadt dat het een snelle etappe is. We bevinden ons op 88 kilometer van de aankomst. En deze ontsnapping werd al gevormd na 12 kilometer. Een ontsnapping die in schuifjes werd gevormd. Lars Bak en Bodnar waren de twee aanstokers van de ontsnapping. Dan kwam er een tegenaanval met Pieter van Spijbroek. Dat gebeurde na 15 kilometer. Dan kwam er nog eens een tegenaanval na 17 kilometer. Dat was dan, het was dan de beurt aan Arashiro, de Japanner, en Wim de Vocht. Die drie tegenaanvallers die kwamen tenslotte bij Bak en Bodnar. En zo kregen we na 18 kilometer deze vijf leiders die nu al een hele tijd aan de leiding aan het fietsen zijn. De maximale voorsprong was 3 minuten en 10 seconden op een bepaald moment. Maar in het peloton zijn het vooral de ploegmakers geweest van Farah die gecontroleerd hebben. En op die manier krijgen de vijf niet al te veel speelruimte. Belangrijk ook nog om te melden is dat we daarnet een valpartij gehad hebben met meteen de eerste opgevers van deze Eneco Tour. Het ging om Pasamontes en Struttinga. Beide gevallen en beide zijn uit de koers gestapt. En dat betekent dat we nog met 164 renners in koers zitten op dit ogenblik. Zit jij op de auto, de klas? Ja, dat. Ik klink op de auto. Ik klink op de auto. Ik ga. Eerste tussenspurt van de dag, nog eens zeggen. Gewonnen door Bak voor de Vocht en Bodnar. En nu wordt de kat uit de boom gekeken. En dat kan daar op het Vossenhol. Bomen genoeg. En lang leven de digitale verbindingen. Er was een tijd dat het Vossenhol een moeilijk in beeld te brengen helling was. Door de begroeiing door de bomen. En nu door de digitale signalen krijgen we een loopzuiver. Scherp beeld. Bodnar op kop. Bak in tweede positie. De Vocht links. Gaan ze ervoor spurten. Of rijden ze gecontroleerd de Tiegenberg over? De Vocht is toch wat nerveus. Komen ze te laat en de Vocht heeft dat goed gezien. 1 de Vocht, 2 Bodnar, 3 Bak. Zo kwamen ze boven op de Tiegenberg. Nog een goede 60 kilometer. Ook het peloton nu in de aanloop naar het Vossenhol. Hier zitten we in de buik van dat peloton met Van Summeren. Van Summeren die nog altijd niet weet waar hij volgend jaar gaat koersen. Contract bij Garmin lag klaar. Maar het is nog niet officieel allemaal. De Vocht dus 3 seconden erbij. 3 seconden eraf eigenlijk van zijn rekening. Hij had er daarnet ook al 2. Dus dat zijn al 5 seconden die hij terugpakt. 50 seconden nog.
Ja, hij is de man die tot nu toe het meest bonificatieseconden heeft gesprokkeld. Het zijn dezelfde drie als daarnet die dus gescoord hebben. Bak heeft er nu 4 en Bodnar 3. Wie staat er nu het eerst, het best geplaatst nog van altijd, die vroege vlucht? Nog altijd Bak, die momenteel virtueel leider is. Komt op 9 seconden van Chavanel. Hij staat nu... Ja, hij heeft dan bijna 2,5 minuut voorsprong. Ja, virtueel. De Saxobank moest er van tussen, kost Twil niet houden. Ten Bono wel ideaal geplaatst daar. Ja, in pakweg van 7e positie nu. Terentia of dat moet nu toch of Henderson. Ja. Dat moeten ze nu al weten. De Colombia-mannen die nu opschuiven. De ploegmaat van Bono, die zitten daar ook nog bij. En hier komt dan de flauwe laatste bocht. En dan moeten ze in het zicht van de laatste camera's komen. Er is nog één flauwe bocht. Van op 200 meter zien ze de streep liggen, de verkeersdrempel hier. Tempo stokt daar even en dan wordt er gebikkeld. Dan is het flirten met de valpartij, maar iedereen blijft op de fiets. Bonen zit daar nog altijd in het wiel van een andere renner en komt er nu uit van die man van Colombia. Maar het is Ferrat die nu op kop gaat, Tyler Ferrat. Bonen probeert om de valpartij. Ferrat op kop ondertussen. Bonen die nog komt aandringen, maar het is Ferrat die wint. Net als in de Vattenfall Cyclassics. Bonen is tweede geworden. Weer een overwinning voor Tyler Farrar, de Amerikaan. Boas van Hagen, derde geworden. En dan de valpartij. Jammer, 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 jammer. Massa speurt ons hier door die valpartij. Die gebeurde in de kop van het peloton. De achterrenner van Euskaltel die verder raakte, denk ik. Farrar slaat een dubbelslag. Hij pakt de etappe en de leiderstrui. Renner van Silans Lotto daar ook op het asfalt. Ja, Jan, wij zijn net die valpartij gepasseerd en het voornaamste wat wij konden zien was Turgot, de fiets van Sébastien Turgot, die was doormidden gebroken en we zagen ook inderdaad Peter Koek die zonder fiets over de streep is gekomen en verder een paar mannen van Euskaltel die daar rond de renner bleven staan. Beurt, kijk, hier werd er al geflirt met de valpartij, dan gebeurt dat niet en dan daarachter. Dan zie je daar schouder tegen schouder. Dan is er een zwieper. Je moet kijken naar de vijfde, zesde rij. Daar gebeurt de valpartij dan tenslotte. Ja, Gutarovic. Dan is het Euskaltel-renner. Ik vermoed Colde Fernandez die als eerste valt. En dan moet iedereen in de remmen. En dan is het een carambolage van fietsen en renners. Oh. Schouder tegen schouder en toch wel uit balans. Doet pijn aan de ogen om het te zien. Nu op het asfalt liggen. Kijk, gebroken fiets hier. Een man van... Weekbox, Sébastien Turgot, standpunt. Dan zien we Kiki wandelen en dat is de fiets van Turgot, waarover Chris het zo even had. Die wordt door een ploegmakker naar de streepjesbataan hier, ja, verbouwereerd. De vriendin van een van de renners, van die Silans Lotto renner is dat. Ai, ai, ai. We zien de PR van Silans Lotto erbij. Brunel de Verenne. En dan is het Gardijn, dus, die hier ligt. En de vriendin van Gorik in alle staten. Dat is pech voor Gorik Gardijn natuurlijk. Was net weer goed. Ja. Viel ook al in de Vattenfall Cyclassics in Hamburg. Gelukkig zonder al te veel erg, maar hier zag het er wat erger uit. Hier Kok.